Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat heel veel wolken zien, maar ook heel veel gaten ertussen. Al die wolken zijn buien en ze trekken van de Noordzee naar Nederland. Vanavond neemt de buigheid wel iets af, maar verspreid over het land vallen er nog steeds buien. Er zijn opklaringen, waait aan zee een stevige wind en de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. In de nachtelijke uren verdwijnen de meeste buien, misschien nog een enkel buitje aan zee, maar het is grotendeels droog. Temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden in Limburg en tot 13 graden in Noord-Holland. Morgen wordt het in de ochtend best redelijk weer, slechts een lokale bui. In de middag neemt vanuit het westen de buiigheid weer toe. Vooral in het noorden is het dan grijs en nat. In het zuiden breekt wat vaker de zon door en kan het nog 20 graden worden. Donderdag in Zeeland misschien 20 graden, maar verder op veel plaatsen bewolking en regen. Vrijdag buien, af en toe zon, 21 graden. En ook in het weekend moeten we het doen met 21 graden, terwijl 24 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. En of het nog zomer wordt, kunt u kijken op weerplaatsen.nl.